Wat is er nou allemaal aan de hand daar in Spakenburg, beste vrienden? Ja, het dorp dat we kennen van de bakkerij het stoepje. En we weten, een vroom dorp, dat is het, vroom. Maar het lijkt wel of ze daar helemaal van God los zijn. Het is verschrikkelijk gewoon. Want er is dus daar een groep, en dat noemt zich dan de harde kern Spakenburg, van de club Spakenburg. En die terroriseren gewoon dat hele dorp ongeveer. En het is eigenlijk werkelijk heel, heel, heel raar. En niemand die er eigenlijk wat aan kan doen. En niemand doet er ook wat tegen. En dat begrijp ik gewoon niet. Want Spakenburg is gewoon een heel leuk dorp. Ze hebben dus die wedstrijd altijd, de wedstrijd. IJsselmeervogels, de derby tegen Spakenburg. Dat is rood tegen blauw. En dat maakte het dorp altijd zo sympathiek. Dat is nu ook vandaag, spelen die ook weer tegen elkaar. Alleen er zit nu zoveel spanning op. Door die zogenaamde harde kern, maar dat is gewoon een knokploeg. En die hebben nu dus eigenlijk gewoon een beetje de macht over het dorp overgenomen. Want dan heb je het speler dus. Die heet Dekker, Vince Dekker, die speelt bij Spakenburg. Ik weet niet of je dat verhaal gevolgd hebt. En die jongen, die kreeg een beetje oneenigheid met zijn trainer bij Spakenburg. En die had niet zo'n zin meer om daar te spelen, want hij wil rechtsbuiten en die trainer wil hem middenvelder hebben. En dat ging dus niet. Nou, die jongen die zegt, ik ga weg bij Spakenburg. En die ging naar IJsselmeervogels. Nou, dat was reden voor een paniek en een gedoe. Want die harde kern die was al bezig met dat Spakenburg. Die harde kern die bedreigde al vrijwilligers en bestuursleden. En die pikte het niet dat die Dekker naar IJsselmeervogels ging. Nou, die Dekker die wordt me daar ook bedreigd. Via de social media, via telefoon. En zelfs op het veld werd hij bedreigd door die harde kern. Ja, dus die Dekker, die zegt op een gegeven moment natuurlijk, sorry, ik ga niet naar IJsselmeervogels. Ik blijf wel, want die zijn hele gezin was niet meer veilig. Nou, en nu moeten ze dus tegen elkaar. Hij gaat dus meedoen bij Spakenburg. IJsselmeervogels is boos omdat hij niet komt. En we weten ook niet of die harde kern daarbij die wedstrijd is. Dus daar zit me een spanning ineens op die derby. Dat slaat helemaal nergens op. Dus vrienden van politie en vrienden van justitie, doe mij een lol en treed op en maak van Spakenburg weer Spakenburg.